Ja, ik ben David Herman, ik ben pianist. Ja, ik woon al 20 jaar in Nederland. Ik ben Hongaars van oorsprong. En ja, ik speel heel vaak samen met Paul Madeiros, die hier naast me zit. Dat ben ik, Paul Medeiros. Ik woon 2,5 jaar in Nederland. Ik speel de viool. En ik heb laatst een masteropleiding afgerond in Amsterdam. Ja, en ik kom van oorsprong uit Canada. Hoe ging het vanmiddag? Ja, ging hartstikke goed. Ja, het was echt ontzettend leuk. Ontzettend leuk publiek, heel aandachtig. Echt een intieme sfeer. Maar ja, dat past heel erg bij de muziek die we eigenlijk speelden. Is het moeilijk stukken te kiezen voor zo'n middag? Nou ja, ik bedoel, wij hebben een groot repertoire Ja. natuurlijk opgebouwd van allemaal kleine salonmuziek, om het zo maar te Ja, en zeggen. onze concert leek eigenlijk op een beetje een salonconcert uit de oude tijden. En dat vinden we heel mooi, om een soort van niet café, Weense cafégevoel, maar meer van een Franse salonconcertje. Wat intiemer setting, wat meer informeel, zeg maar. Wat doen jullie hiernaast, naast dit soort concerten? Ja, ik geef veel les. Ik heb ook een andere. Ik ben pianist. Ik heb master in piano gehaald in Amsterdam en daar ook in Budapest gestudeerd. Maar daarnaast heb ik ook een andere studie gedaan, cultuurmanagement. En ik werk ook bij een impresariaat op het moment. En ja, ik geef pianolessen en ook veel van dit soort concerten. Eigenlijk. Ja, ik ben vioolcent op de vioolschool in Haarlem. Vind ik heel leuk. Ik ben net pas in september begonnen en ik ben nog steeds aan mijn studio op te bouwen. Daarnaast speel ik in een aantal orkesten, vooral het nieuwe kamerorkest in Haarlem en Amsterdam, die heet Camerata Ardesco. Wij spelen ook voor informele publieken en daarnaast ook formele concerten, die ik heel leuk vind, allebei. Wat nog? Ik ben heel erg bezig met kamermuziek in Amsterdam, in Rotterdam. Zeker met David, vind ik heel leuk. En ik speel ook met een Weense organist. En we gaan binnenkort volgende maand in Purmerend een concert geven op drie verschillende orgels. En dat vind ik heel leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. Het is even een nieuwe ervaring in ieder Ja. geval. Ik wil u hartelijk bedanken voor het hele korte vraaggesprekje en ik wens jullie heel veel succes in de carrière. Ja, dank u wel. Dank u wel. Hij heeft mooie dingen geschreven hoor, mooie stukken. Dank u wel.